familie en vrienden duidelijkheid geven en de maatschappij een stukje veiliger maken. De cold case kalender van de politie moet hieraan gaan bijdragen. Hij zal uitgedeeld worden in alle gevangenissen en de reclasseringsdiensten, in de hoop de cold cases alsnog op te lossen. Wat is nou precies een cold case? Een cold case is een onopgelost levensdelict, dus een niet opgeloste moord, niet opgeloste doodslag. Maar het kan ook een ernstig delict zijn waarop een gevangenisstraf staat van meer dan 12 jaar. En zoals je misschien ook op de kalender hebt gezien, staan er ook langdurige vermissingen op. En die vallen ook onder een cold case. Ja, want jullie hebben dit vorig jaar voor het eerst gedaan. Hoe succesvol was dat? Nou, absoluut succesvol. Als we bijvoorbeeld naar het aantal tips kijken voor de uitgaven van de kalender, we zijn er vorig jaar voor het eerst mee begonnen, kwamen er gemiddeld op jaarbasis in Nederland op cold case zaken ongeveer 160 tips binnen. En het aantal tips is vervijfvoudigd na de introductie van de kalender. Vorig jaar kwamen er naar aanleiding van de kalender 800 tips binnen. Overigens natuurlijk niet allemaal waardevol, maar voor ons wel belangrijk. Van die 800 tips waren er 32 zeer waardevol en die hebben we ook nader onderzocht. En uiteindelijk heeft dat ertoe geleid dat er 9 cold case zaken heropend zijn. Zo'n kalender staat vol met informatie over de verschillende onopgeloste zaken. Op de kalender staat natuurlijk in het kort de toedracht, een dag, datum, tijdstip. Er staat een foto bij van het slachtoffer, de man of vrouw die vermist is, de man of vrouw die door een misdrijf om het leven is gebracht. En in kort staat daar het verhaaltje bij wat zich op de desbetreffende dag heeft afgespeeld. En mensen kunnen natuurlijk reageren richting een telefoonnummer. En wij hopen dat heel veel gedetineerden, want daar zit heel veel informatie voor ons, dat heeft onderzoek uitgewezen, daar zit heel veel informatie voor ons, dat zij gaan reageren. Hoeveel van die zaken die nou op die kalender staan, zijn Gronings? Er staan dit jaar in 2018 4 Groningse zaken op, in totaal 8 noordelijke zaken, 1 Drentse, 2 Friese en 4 Groningse zaken. Ja, en heeft u ook goede hoop dat deze ook weer worden opgelost? Ja, absoluut. Absoluut. Wij hopen dat er heel veel informatie binnenkomt en dan zullen we dat zeker gaan onderzoeken. Als u de kalender zelf wil bekijken, kan dat via de website van de politie.